Kees van der Looy. En met deze woorden nam Frank Arts afscheid als prins van de Pila's en werd hij opgenomen in de APK. Na dit moment steeg de spanning in de zaal, want het nieuwe trio zou niet meer lang op zich laten wachten. En middels in Venrijse versie van Assepoester werd de zoektocht naar de nieuwe prins voortgezet. Dit vrommes, haar al twee kinderen, in een vurig huwelijk. Ook twee jonge kerels. En die waren nou niet bepaald knap, laat staan slim te noemen. Maar toen zijn vader, nadat hij een tietje slecht gelegen had, ook het loertje legde, was de jonge kel kapot van verdriet. En in plaats van dat zijn stiefmoeder en broers hem een hart onder de riem stoken, pieken ze hem kei en keihard aan. Hij weer gepest, geplaagd en moest zich de ganse dag op de naad werken van stiefmoed. Ho! Hij kost dat meens wel schieten. Vocht, laat u gaan, maar pas op. Laat de klok geen 11:11 slaan. Zeg, maar vertel me, Gens, hoe gaat het jij eigenlijk? Put je bruikers, ik moet gaan. Wat, ik moet gaan? Gaan weg, ga weg, weg. Wat? Wat? Nee. Word niet getreurd, netje, hè? We vinden hem wel. De potjan dulkes. Man, ik ben in echt! De Lord van Elf van de Vastgelovensvereniging de Pila's werd op zaterdag de 6 januari 2018 benoemd tot opperheer over alle Pila's. Hoe is het je vergaan de afgelopen maanden? Het was spannend. We hebben heel veel moeten liegen. Ja. Maar dat was ook wel stiekem keileuk. En we hebben echt genoten met z'n zessen. Het trio en de vrolie. En we hebben echt hele mooie plezier in Keulen geweest. En we hebben alle voorbereidingen getroffen voor deze vastgelovend. En dat is een hele mooie, maar spannende tijd. Het was een hele fantastische rit. Het was ergens eind september. Tot nu en het wordt steeds moeilijker om iedereen tegen te spreken. Of ja, weet je wat ik ook zet, maakt eigenlijk niet uit. Maar iedereen vraagt het dan en vraagt dan. Maar als je dan uiteindelijk zover ziet, dat ik hier mag staan, is een fantastische PA. En dan, ja, daar hebben we met z'n drieën echt al monden naar uitgekeken naar dit moment. En dat is zo geweldig. Ja, echt. Dat is niet te beschrijven met geen enkel woord. Helemaal niks, ja. Wat betekent dit voor jou, dat hij prins geworden is? Nou, ik ben wel echt super trots, want vastgeloven is wel iets bijzonders voor ons. Want dat vieren we altijd en zo hebben we elkaar ook leren kennen. Dus dat is wel super mooi dat dit nu erbij komt eigenlijk. Deze herinnering die eigenlijk altijd blijft. Dus geweldig. Hoe voelt dat als moeder van de prins hier met een glaasje wijn te staan? Geweldig. Ik had het niet verwacht, maar echt super. Echt onvoorstelbaar wat er dan door je heen gaat op zo'n moment. Dat is niet te beschrijven. Echt prachtig. Wat zijn jullie eigenlijk van elkaar? Ja, wij zijn eigenlijk vrienden en wij maken eigenlijk muziek met z'n drieën. Wij schrijven eigenlijk carnavalsliedjes en vastloofsliedjes. Eerst carnavalsliedjes voor de SW-mannen en dan zien we dat was Nederlandstalig. En daarna zijn we begonnen met liedjes voor de Venrootse vastelovend, voor onder andere de Stappers en Nevenen en Bjorn en Mieke. En daar schrijven wij met z'n drieën alle nummers voor. Vertel eens, vind je leuk dat je papa adjudant is? Ja. Ja? En wat vind je daar leuk aan? Omdat hij heel vaak DJ doet en dat hij nu ook een keertje adjudant is. Ja, en wat ga jij dan doen met carnaval? Feesten. Middels aan de knoppen is Roy niet meer te stoppen.